Nou, nog één keer. Nou, mevrouw Moesbergen, ik heb een vraag aan u. Ja. Yeah. Binnenkort komt de regiomanager meelopen, dat weet u, Michiel Moes. En ik wil eigenlijk een geintje met hem uithalen. Is het een idee dat ik tegen Michiel vertel dat u alleen aangesproken wil worden met professor Moesbergen? Als het een knappe man is. Als het een knappe man is? Anders niet. Oh, ik zal zo even een foto laten zien. Maar hij kan door de beugel, hè? Nou, dan is het goed. Hij denkt dat u een professor bent en u speelt in mee. In de natuurkunde. In de natuurkunde, dat vind ik een goed idee. Zo, volgende. Ja, waar gaan we heen, Eline? Nou, we gaan nu naar, dat klinkt gek, maar professor Moesbergen. En mevrouw Moesbergen die wordt graag aangesproken met professor. Want zij is een van de eerste vrouwelijke professoren geweest in de gezondheidswetenschappen. Heeft zich altijd op de achtergrond gehouden en al haar geld uitgegeven aan de armen, dus eigenlijk heel mooi. Maar dat is het enige wat ze wel eigenlijk wil. Professor Moesbergen. Professor Moesbergen. Daar gaan we dan. Twaalf trappen. Traptreden? Nee. Traptreden. Goedemorgen. 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 Michiel Moes is de naam. Professor Moes. Hoe heeft u de titel gekregen? Door te leren. Mooi. Wat heeft u geleerd? Natuurkunde. Ik ben er nu zo lang uit. Ik wil wel graag met professor aangesproken worden. Hele bekende mogen bij Els. Zover ben ik nog niet, hè? Nee. Nee. Echt. Zou het heel fijn vinden als ik u even kan helpen? Dat maar. Ja? Mooi. Goed. Even kijken, de kousen liggen op de stoel, hè? Ja. Heeft u nog een aantrekhulp? Of, Nee. Het gebeurt meestal zo, hè? Het zou me niks verbazen als Eline straks weer op de bank gaat liggen, hoor. Sorry. Ik ben moe gewoon. Zes verdiepingen omhoog gelopen. Voor bijzondere dames ga ik altijd op de knieën. En daar zit hij alweer. Ja. Ah, je hebt stiekem een klein pact gesloten gisteren. Zie je? Professor Moesbergen. Maar ik neem het onmiddellijk aan. Ja, u hebt het goed gedaan. Ja, nee. Mooi. U had actrice kunnen worden. Ja, nou, dat zeker. Ik ga een brief schrijven naar Hollywood. Nee, dat houdt me niet. Dan krijg ik te veel geld. Oh, je hebt het zo goed gedaan. Ja, echt? Ja, echt. Ik had het niet meer, echt niet. Heel leuk. Oh, fantastisch. Oh, mooi. Echt heel leuk. We gaan nu naar de Vermaren. En je mag weer zwembad zijn, denk ik. Prima. Mooi Christus voor jou, dacht ik zo. Meneer Vermaren, met vogel. Goedemorgen, we zijn bij meneer Van Maren met vogeltje Loekie de Zeug. Meneer Van Maren, goedemorgen. Michiel Moes is de naam. En je weet het, ik ga niks doen. Dus ik ga deze bank even van dichterbij bekijken. Een serieuze vraag. Oké. Komt dat op mijn naam? Ik kreeg een patent op of zo? Ja, nou weet u nog dat formulier wat u aan het begin hebt ondertekend? Daarmee hebben we gezegd dat we alles mogen doen met u wat we maar willen. Ja, niet gek. Ja, nee. Waar zijn die stemmen over? Meanwhile. Goed? Even zeggen dat ik
zusters tegenwoordig werkdruk hebben. Oké, okay, even voet omhoog. Wat doen we nu nou? Wat doet ze hier? Het zit allemaal in een klein hoekje. Dat staat er allemaal. Ja. Die schrok wel echt. Ja. Oh, in het begin heeft u me ook zo vaak te pakken genomen. Kijk eens even. Hij zit in ieder geval goed. Zo. Maar je is ook wel. Ja. Wat zijn dat verder? Dat zijn dan allebei dan al. Zitten ze naar de zin? Ja, wel. Oh, oh, kijk, zie je? Dat scheelt weer. Zo, nou, dat is gelukt. Zo. De kousen zitten goed. Eline is uitgeslapen. En we gaan door naar de volgende. Ja. Oké, okay, dan is het. Ja, joh. Hè? Bedankt. Ja, heel mooi. Dank u wel hoor. Mooie persoonlijke serenade dit, hè?